Een veelgehoorde uitspraak in de fitnessindustrie is dat je spierschade krijgt door trainen. Dat je spieren dan herstellen en dan sterker en groter terugkomen. Op zich is het niet fout, maar als dit 100% waar zou zijn, zou dat betekenen dat meer spierschade ook zou zorgen voor meer spiergroei. Dat zou dus eigenlijk betekenen dat als jij 700 push-ups op een dag doet of een marathon gaat rennen, dat je de meeste spiergroei zou krijgen. Dat is natuurlijk niet waar. In deze video ga ik je 3 dingen uitleggen die belangrijk zijn voor spiergroei. Progressive overload is een van de belangrijkste en meest fundamentele dingen in het krachttrainen. Het is belangrijk voor zowel het opbouwen van je kracht als het vergroten van je spiermassa. Stel, je doet 3 sets van 5 op squat op 50 kilo. En je doet in week 2, doe je 3 sets van 5 op 55 kilo op dezelfde oefening. Spreek je al van progressive overload. Een andere makkelijke manier om progressive overload toe te passen. Stel, je doet weer 3 keer 5 squat in week 1. Kan je 4 sets van 5 doen in je tweede week op squat. Daarnaast zou je bijvoorbeeld ook 3 sets van 6 kunnen doen op dezelfde oefening met hetzelfde gewicht. Beide zijn zo'n beetje de makkelijkste manier om progressive overload toe te passen. Stel, je begint net met krachttraining. Dan vind ik het belangrijkste in het begin om je range of motion eerst zo groot mogelijk te maken. En dat eigenlijk als je progressive overload te zien. Dus stel, je kan nog niet op volledig diepte squatten. Om in eerste instantie elke week steeds iets dieper te squatten, voordat je dan vervolgens gewicht erop gaat gooien. Als je er dan gewicht op gaat gooien, is het vooral belangrijk dat die diepte dus gelijk blijft en dat je techniek van de oefening ook hetzelfde blijft. De laatste tijd komt er heel veel literatuur vrij over spier trainen terwijl die op zijn maximale lengte is. Dus je kan natuurlijk een spier verkorten en je kan een spier langer maken. En voor spiergroei is het dus heel erg belangrijk om een spier volledig uit te rekken op het moment dat je een oefening doet. Dus neem bijvoorbeeld een bicep curl, is het dus belangrijk dat je je elleboog volledig strekt voordat je hem weer omhoog brengt. Er zijn zelfs studies die aantonen dat wanneer de spier volledig is uitgerekt en je maar de helft van de beweging doet, dat net zoveel spiergroei faciliteert als op het moment dat je hem helemaal uitrekt en een volledige bewegingsuitslag doet. Het is nog niet helemaal duidelijk wat nou precies waar is, maar een goede takeaway voor jouw training kan wel zijn om in ieder geval die maximale rekpositie bij alle oefeningen die je doet op te zoeken als jouw doel is om meer spiergroei te krijgen. Een andere tool die je kan gebruiken is, stel je doet bijvoorbeeld achterhalingen op de bicep curl en je kan geen volledige bewegingsuitslag meer doen, om dan vervolgens wel nog een paar halve herhalingen te doen. Want je kan altijd nog wel 2 of 3 herhalingen doen, dat je alleen in die eindpositie van de beweging zit. Een laatste ding wat belangrijk is voor spiergroei. Stel, je doet een set van 10 herhalingen. De eerste 5 herhalingen gaan ongeveer op dezelfde snelheid. En je merkt dat de laatste 5 herhalingen eigenlijk steeds iets langzamer gaan. Dus bijvoorbeeld 8, 9 en 10 zijn dan hele langzame herhalingen. Die laatste paar reps noem je effectieve reps. Die effectieve reps die zijn heel erg belangrijk voor spiergroei. Belangrijk is dus dat je jezelf uitdaagt in elke set om dicht tegen het falen aan te gaan trainen. En het falen zou inhouden dat je de 10e herhaling hebt gedaan en je probeert een 11e herhaling en dat lukt niet meer. In de literatuur zijn ze nog niet helemaal overduidelijk of het echt belangrijk is om echt tot het falen te gaan trainen. Of dat je bijvoorbeeld ook 1 of 2 herhalingen van het falen af kan trainen. Wat dus wel belangrijk is om te onthouden, is dat als jij zelf een set aan het doen bent, dat je de laatste paar herhalingen wel echt hard je best moet doen om het gewicht omhoog te krijgen, omdat het anders niet meer zou lukken. Ga aan de slag in jouw training met deze tips. Heb je vragen, laat het vooral weten. Wil je nog meer dingen zien, laat het weten in de comments. Want er komen nog heel veel goede video's aan. Abonneer even op ons kanaal. Geef een duimpje omhoog. En dan zie ik je in de volgende video.